dames en heren, jongens en meisjes, super awesome dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video hier op het kanaal WK Laurens. Voordat we gaan beginnen met deze video, ja, jullie kennen mij niet, jullie herkennen mijn stem niet, ja, misschien sommigen wel, maar de meeste eigenlijk niet. Dus wat ik als eerste ga doen, is ik ga even mijn eigen voorstellen wie ik ben en daarna kunnen we meteen door naar deze video. Dus ja, mijn naam is Laurens, ik ben 16 jaar en ik ben dus de eigenaar van het kanaal WK Laurens. Oftewel, ik ben de editor, dus ik maak zeg maar de compilatievideo's van Fortnite en van Clash Royale. Zoals jullie al waarschijnlijk aan de titel van deze video kunt zien, ja inderdaad, er gaan wat dingen veranderen. En natuurlijk, jullie vragen af van wat gaat er nou veranderen hier op het kanaal. Zoals jullie weten, ik maak dus compilaties van Fortnite en van Clash Royale. Ik heb een aantal kijkers of een aantal vrienden die komen naar mij toe en die vragen zich af van Laurens, hoe de frunkemunk krijg je dat nou echt voor elkaar? Hoe kun je nou dit toevoegen? Hoe kun je nou bewerken met dat? Enzovoort enzovoort. En hierbij heb ik een leuk idee. En dat is niet alleen omdat ik het zelf leuk vind, maar ook omdat ik graag jullie wil helpen. En dat is dat ik af en toe een tutorial video ga maken op mijn kanaal. Dus dat ik in een video ga uitleggen hoe bewerk je nou met dit, of hoe bewerk je nou met dat, enzovoort enzovoort. Ik weet gewoon dat sommige van jullie kijkers, en ook misschien sommige van mijn vrienden, graag net zoals ik wil gaan editen. En dat ik hierbij graag jullie wil helpen met editen. Dus wat houdt dit nou eigenlijk in op het kanaal van WK Laurens? Dat houdt in dat ik de komende weken, de komende maanden, misschien zelfs de komende jaren, niet alleen Clash Royale / Fortnite compilaties ga maken, maar dat ik ook tutorial video's ga maken. En misschien, wie weet voor later, dat ik ook allerlei andere soorten video's maak. Misschien afleveringen of vlogs, wie weet. Dus ja, dat is even iets wat ik graag aan jullie wil melden. En nogmaals, zoals ik het al zei, ik wil jullie graag helpen. Dus ja, dit is eigenlijk het einde van deze video. Mocht het nou zijn dat jullie de compilaties leuk vinden, of de tutorials leuk vinden, dan zou ik dat graag waarderen met een duimpje omhoog. En voor de mensen die dat nog niet hebben gedaan, abonneer ook even op mijn kanaal, wil jij de komende video's zien hier op deze kanaal. Bedankt voor het kijken naar deze video, en dan check ik jullie later met een nieuwe video. Ciao!